Misschien denk je soms, maar ben ik geschikt om kinderen het evangelie te vertellen? Ja, het antwoord is ja. Iedereen kan kinderen de liefde van de Heer Jezus meegeven. En nee, je hoeft niet gelijk een groep van 50 kinderen om je heen te verzamelen. Maar wat weten kinderen in jouw buurt? Of een heel klein groepje bij jou in de straat? Wat weten zij over de liefde van de Heer Jezus? Begin klein. En ik weet zeker dat iedereen met welke gave hij van God gekregen heeft zich in kan zetten in het Koninkrijk. Want limonadeschenkers zijn net zo goed nodig als verhalenvertellers of mensen die de leiding hebben op deze middagen. Iedereen komt met zijn eigen gaven en talenten en samen mogen we een team vormen om met de kinderen na te denken over wie de Heer Jezus is. Dus denk niet te klein van jezelf. Denk groot van God en Hij zal je vullen met zijn Heilige Geest zodat jij geschikt raakt. De vraag is niet, ben je geschikt, maar ben je beschikbaar?